Jan van der Veen kreeg het gemeentelijk compliment uitgereikt als dank voor zijn jarenlange inzet voor de Gemertse verenigingen, zoals Weredie, de werkgroep gemeentepolitiek, de oprichter van de lokale omroep Gemert Centraal en voorzitter van voetbalvereniging Gemert. De heer van der Veen neemt afscheid als de directeur van de Jeneplantschool De Pandelaar. Wethouder Jan Bevers bezocht woensdagmiddag 9 juli de receptie van Jan van der Veen. Ik sta hier namens het gemeentebestuur, dat kun je ook zien aan de keten die ik meegenomen heb. Dat maakt het toch iets anders dan dat je hier als wethouder staat. En het doel daarvan zal ik straks ook even uitleggen. Het gemeentebestuur die waardeert in ieder geval jouw inzet als niet alleen directeur, dat doe je gewoon uit je baan, je beroep. Doe je dat jaren, daar word je voor betaald, dat is gewoon een formele functie. Maar wat vooral ook het gemeentebestuur heel belangrijk vindt, dat je als directeur van een school niet alleen in de school actief bent, maar ook buiten de school. Als ik het lijstje zie wat je allemaal buiten de school in Gemert gedaan hebt, dan is dat indrukwekkend. Indrukwekkend. En je bent ook medeoprichter van de Jeneplantschool. Ik denk dat dat ook vanuit een bepaalde ideologie ontstaan is in die tijd, hè, want dat je ergens in gelooft. En dit is goed onderwijs, hier wil ik voor gaan. Nou, dan begin je ergens aan. Iets wat van niks, iets opbouwen, is altijd pionieren. En zoek je naar de oplossingen. Je bent ook in de politiek gegaan, van de werkgroep. Dan heb je linkse rakker, als ik mag zeggen. Was zeker in die tijd van de, was het ook misschien wel nodig. Maar ook de lokale omroep had jouw warme aandacht. Dus de lokale om die nu ja, ingebed is, zijn nu weer vertegenwoordigd, Arno Maas. Ja, in die jaren is dat ook opgezet, ook mede door jou. En dan mag je blij zijn dat we daar nou nog steeds de vruchten van mogen plukken. Omroep gaat ook een nieuwe tijdperk in met nieuwe mogelijkheden. Nou, daar heb jij denk ik heel erg grote inspanning voor verricht. Nou, wat we de laatste jaren met elkaar veel meegemaakt hebben is Gemert. Je voelt het maar aankomen. Gemert heeft natuurlijk onder jouw bezielende leiding gigantische successen geboekt. Je hebt nooit meegedaan in het eerste, maar je zat er dicht tegenaan. Jan. Ik weet niet waar de kwaliteiten lagen, of ze in de aanval zaten, of in het middenveld, of in de verdediging. Het is moeilijk in te schatten of je, maar ik denk een klein beetje in de aanval, zou ik jou zetten. En ook in het onderwijs weer samen naar school, heb je heel lang in het samenwerkverband gezeten. Maar verder heb je nog in allerlei werkgroepen gezeten. Dus kortom, je bent iemand die niet alleen in het onderwijs actief geweest is, maar ook buiten het onderwijs. En daarom hebben we het gemeentebestuur gemeend als waardering zeg maar, voor jouw inzet al die jaren om jou het gemeentelijk compliment te mogen uitreiken. Even. Ja, in ieder geval bedankt voor deze blijk van waardering. Maar het klinkt altijd zo clichématig. Wat je doet, doe je nooit alleen. Ja, dat zegt iedereen, maar zo is het ook. En je werkt altijd met een team, of het nou op school is, bij de voetbalclub, bij de omroep. Maakt verder niet uit. Op de een of andere manier heb je een bepaalde positie. Maar het zijn de mensen toch die het doen. Dus ik zie dit ook meer als eerbetoon aan alle dingen die we gedaan hebben samen. Van werkgroep, de oprichting van school, de lokale omroep. Dat dit ook mede een onderscheiding is voor hun. Dus ik dank hun bij deze. Dankjewel. APPLAUS.